President Desi Bouterse heeft politieke maatregelen in het vooruitzicht gesteld voor de uitlatingen die VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin afgelopen donderdag deed in het parlement. Het staatshoofd zei dit vandaag voor hij inging op de vragen gesteld door DNA-leden tijdens de behandeling van de algemene politieke beschouwingen. President Bouterse vond de uitspraken van Gayadin kwetsend, beledigend, denigrerend en zeer onfatsoenlijk en verliet daarom de vergaderzaal. Naar zijn zeggen om het instituut van de president van de Republiek Suriname te beschermen. Volgens mij is het van het hoogste belang dat het moreel niveau van uw geacht college onder alle omstandigheden bewaard en behouden dient te worden. In elk geval, de regering betreurt het gebeurde ten zeerste. En ik kan u verzekeren dat dit gedrag van bedoeld lid politieke gevolgen zal hebben. Gayadin zei donderdag dat de regering er werk van maakt om het volk in armoede te dompelen. Ook beweerde de VHP-parlementariër dat de president jonge meisjes naar een massagesalon stuurt. Met het door Bouterse gevoerde beleid wordt het volk zelfs uitgekleed. Daarbij zouden zelfs grote delen van het volk naar oude kleding vragen. Na de oorwassing van Bouterse jegens het lid Gayadin vandaag in het parlement vroeg deze om een punt van orde. Daarbij gaf hij aan zich bedreigd te voelen en dat voorzitter Simons heeft toegelaten dat hij bedreigd is door de president. Ik vraag een punt van orde omdat u bezig bent de vergadering te leiden, voorzitter. En hier binnen uw college zien we dat net daarnet aangegeven wordt door de president dat hij het instituut van presidentschap hoog wenst te houden. Maar we hebben ook een instituut hier van het parlement, voorzitter. En wanneer hier de president hier komt en dreigingen uit naar welk lid dan ook, voor politieke consequenties dan ook, om dreigend over te komen, voorzitter. Dat doet meestal gebeurt dat wanneer mensen zwak zijn, weet je. Uw punt van orde moet u maken. U heeft het gemaakt. U vindt dat de president niet mag zeggen wat hij heeft gezegd. En u vraagt of de stoel dat toelaat. Is dat het? Ja. Dank u wel. De president gaat niets terugnemen. Omdat. En ik ga u uitleggen waarom. Dus u kunt gaan zitten. De president. Ik luister ook goed naar de president. Want de president mag natuurlijk ook niet alles. Maar de president heeft gezegd. De uitlatingen van het lid gaan politieke gevolgen hebben. Hij heeft niet gezegd gaan staatsrechtelijke gevolgen hebben. Hij heeft niet gesproken over rancune. Maar we begrijpen natuurlijk dat in de politiek er altijd gesprekken gaande zijn tussen alles en iedereen, ook de oppositie en de president. En wanneer dit soort dingen gezegd worden, dan hebben ze politieke gevolgen niet. Omdat iemand u iets gaat doen, maar omdat de politiek nou waarschijnlijk op een ander spoor gaat worden gevoerd. Dus ik versta helemaal geen enkele bedreiging daaronder. En ik ga ervan uit dat de president als staatshoofd ook geen bedreiging kan hebben bedoeld. Want dat mag hij niet doen. Dus ik heb dat ook niet verstaan. Maar ik begreep wel wat de president zegt. En ik denk dat we deze issue achter ons moeten laten. Ik heb u al gezegd, het was onaanvaardbaar, daarom heeft u het ook teruggenomen. Ik wil dat we de issue achter ons laten en we gaan geen enkel ding terugnemen. Ik denk dat het een en ander toch wel uitleg nodig heeft, voorzitter. Want ik heb gezegd, het zal politieke gevolgen hebben. Natuurlijk zijn er mensen die politiek bedrijven op een hoog niveau. Er zijn mensen die politiek bedrijven op een lager niveau en er zijn mensen die politiek bedrijven op een heel laag puntje, voorzitter. Maar voorzitter, in de politiek zijn er mensen die scenario's maken. En zij die scenario's maken,
Kunnen u van tevoren zeggen dat bepaalde zaken in tijd politieke gevolgen gaan hebben? Volgens president Boutersen zou het lid Gayadin boos zijn omdat het hem niet gelukt is achter zijn voorzitter om politieke gesprekken te voeren met de NDP-voorzitter. De NDP zal daarom nooit met de VHP samenwerken zolang het lid deel uitmaakt van de partij. Het eerste wat ik hem zei, weet jouw voorzitter dat je hier zit. Ga je voorzitter bellen, want je moet je niet als een varken gedragen om achter je voorzitter om, wie zou het anders kunnen zijn, niet achter je voorzitter om afspraken met mij te maken. Ga naar de trap en bel je voorzitter. Dus ik kan me best voorstellen, voorzitter, dat mensen zeer gebelgd zijn wanneer ze hun speech moeten houden. Maar voorzitter, wanneer ik zeg het kan gevolgen hebben, voorzitter. Voorzitter, 2020, dan gaat dit volk gaat de uitspraak doen, voorzitter. 2020 komen er verkiezingen. 2020, onvermijdelijk. Laten we de zegen van de Almachtige vragen om erbij te zijn. En na de wil van het volk is het altijd zo dat ook al zijn er minderheden daar en daar en meerderheden daar en daar, dat het past om met elkaar in conclaaf te gaan, in dialoog te gaan, omdat het volk heeft gesproken en wij als leiders moeten verder. Maar voorzitter, na 2020 zal de NDP, ik weet niet of ik voorzitter ga zijn, zal de NDP niet aan tafel zitten in geen enkele constellatie wanneer de persoon die daar toen gesproken heeft en zich op deze manier tegenover het instituut van de president heeft uitgelaten. Voorzitter, in geen enkele constellatie, als hij erbij zit, is er geen dialoog. Daarom voorspel ik nu al, het kan grote politieke consequenties hebben voor deze politieke keuken. President Desi Bouterse vandaag in DNA tijdens de algemene politieke beschouwingen. Het staatshoofd reageerde fel op uitlatingen die Gayadin afgelopen donderdag aan zijn adres heeft gedaan.